Het theaterseizoen is in volle gang. Ik ben Katie en ik ga u een aantal tips geven over ons fantastische theaterprogramma in de maand november. Mijn eerste tip voor november is de voorstelling Een Leven van Benja Bruining. Hij is geïnspireerd door de Britse playwright Nick Payne. En Een Leven gaat eigenlijk over dat alles met elkaar verweven is. Geboorte, dood, vader worden en zoon zijn. Dat maakt mij nieuwsgierig. U ook? Op vrijdag 4 november hebben we de One Woman Musical #los van Sistine Carillon. Sistine Carillon is een hele bekende musicalactrice. Haar One Woman Musical gaat over de vraag wat als je eeuwig kan leven. Maar een One Woman Musical, ga er maar aan staan. Dit seizoen hebben we voor het eerst een reeks Klooster Klassiek. Met fantastische topconcerten in de Lutherse kerk. Op zondag 20 november speelt het ensemble Black Pencil een ode aan de drie genieën. Bach, Vivaldi en Telemann. De in Pakistan geboren Naida Aurangzeb speelt haar theaterspecial 365 dagen ik. 365 dagen ik gaat over haar dagelijkse leven als Nederlander en als vrouw. Maatschappelijke vraagstukken passeren de revue. Op maandag 14 november speelt Danstheater Aya hun voorstelling Matties. Matties, de naam zegt het al, gaat over vriendschap en hoe belangrijk vrienden voor je zijn. Zie ik u daar? Zit u straks op dit plekje naast me? Ik hoop dat ik u geïnspireerd heb. Zoekt u meer informatie, vindt u dat natuurlijk op onze website. Maar u kunt zich ook laten informeren bij de receptie. Ellen en Joyce staan u graag te woord. Tot ziens bij het Klooster!